Maar hoe weet jij dan of hij nog draait? Of weet je dat gewoon? Oh, hij draait natuurlijk nog. Het is zo spannend. Oh, even kijken hoor. Oké, 3, 2, 1. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben vandaag met Julie. Wij gaan vandaag een Truth or Eat video opnemen en dat houdt in dat wij allemaal vragen gaan beantwoorden die jullie ons hebben gesteld via Instagram. Wij hebben op allebei onze Instagram verhalen een poll gezet, of hoe het ook heet, een poll toch? Nee, geen poll. Heeft dat een naam? Ja, in ieder geval, we hebben gewoon op onze Instagram verhalen gevraagd van hebben jullie juicy vragen voor ons? En het mocht zo extreem en juicy als kan. En als we de vraag niet willen beantwoorden, moeten wij een van deze vieze ass producten eten. En het is allemaal echt super vies. We hebben hier gewoon witte wijnazijn, we hebben olie, sambal, witlof ei. Gewoon, het is gewoon allemaal heel vies. Dus het liefst ga ik gewoon elke vraag beantwoorden. Ja, zeker. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. Abonneer ook op Sling haar kanaal en volg haar ook op Instagram. En dan gaan we snel beginnen met deze juicy video. Oké, we pakken even onze phones erbij, want wij gaan de vragen aan elkaar stellen. Want anders is het niet fair, anders pak ik alleen maar de vragen die ik beantwoord. Dus wij gaan elkaar de vragen stellen. Ik moet zeggen, ik vond mijn volgers nog best wel lief. Ik dacht van, oh, dat kan nog veel meer juicy. Ja, mijne waren niet zo lief. Ik had echt extreme vragen. Dus hier heb ik alle vragen staan en zij ook. En dan gaan we wisselen van telefoon. Ik ga even op zoek naar echt de meest juicy vraag die er hier is. Oh. Hoeveel verdien je met 1 YouTube video? Ja, dat is best wel juicy. Ja. De mensen willen weten hoeveel jij verdient. Met 1 video, hè? Met 1 video. 1 YouTube video. Maar willen ze dan weten een video die heel vaak is bekeken of een video? Ja, dat weet ik. Ik denk gewoon het gemiddelde of zo. Want het verschilt per video. Ik denk gewoon gemiddeld. Ik weet niet of ik dit wil beantwoorden. Ik weet niet of ik hier antwoord op wil geven. Oh, wat lastig. Ja, wat ga jij eten? Ja. Als je het niet beantwoordt, moet je olijfolie eten. 1 theelepeltje. Ja. Ja, ik weet niet. Wat vind jij überhaupt van die vraag? Want heel vaak, want stellen mensen, je zal dat nooit vragen aan bijvoorbeeld je buurvrouw. Hoeveel verdien jij? Nee. Maar altijd bij ons wordt die vraag meteen gesteld. Ja, ik denk omdat het meer bekend is. Kijk, als je een meer normale baan hebt, dan is het vaak gewoon een beetje bekend wat de persoon verdient. Terwijl bij ons is het gewoon een beetje in de lucht. Van die ene verdient echt dat en de andere persoon verdient echt iets heel anders. Dus ik denk dat daarom die vragen heel vaak worden gesteld. Ik denk dat ik hem daarom ook gewoon lekker in de lucht... Wat is het? Dit is olijfolie. Olijfolie. 1 theelepeltje. 1 theelepeltje. Alsjeblieft. Oh, ik mag hem wel zelf inschenken. Dat is ja. Dat mag jij doen. Gelukkig, dan kan ik hem niet helemaal op. Jawel, hij moet helemaal vol. Dit is zo vies. Dit is... Oh, ik ben echt zo dramatisch. Ik ga echt weer... Goed gekeurd? Ja. Oh, dit is zo vies. Oh, die smaak blijft ook lang hangen. Drink water of... Oh ja, met melk. Het blijft ook helemaal zo in je keel plakken. Oh, dat is zo vies. Oh my god. Oké, maar goed. Ik heb hem niet beantwoord. Okay, wij komen er dus nooit achter wat ze verdient in één YouTube video. Helaas. Nee. Nou, dan ga ik even kijken voor jou. Nee. Een juicy vraag. Maar ook wel veel lieve vragen inderdaad. Ja, heel veel mensen waren ook gewoon lief en niet zo extreem, zeg maar. Ja, sorry hoor, die olijfolie. Oké, ik begin hier met de eerste die ik zie. Die vond ik toch best wel juicy. Je bent alleen fan van Huda Beauty omdat zij ook Arabisch is. Waar slaat dat op? Alsof ik alleen maar fan ben als een persoon op mij lijkt. Oké, nee, dat is niet waar. Ik vind het altijd wel fijner online als een persoon een beetje op mij lijkt. Want dat is makkelijker qua make-up. Want vaak als dan iets haar staat, dan mij ook automatisch. En als ik naar een blond persoon kijk, dan moet ik toch altijd een beetje inschatten hoe het dan is met mijn huidskleur. Ja. Dus dat is wel fijn, maar dat is absoluut niet de enige reden. Want er zijn nog heel veel andere Arabische die ik niks vind. Dus ik vind haar gewoon leuk omdat ze gewoon een beetje lijkt op mij. Ook qua make-up en zo, qua make-up stijl. En ik vind haar heel lief. Ze is altijd gewoon heel lief online. Tenminste, ze oogt online lief. Ik weet niet of ze het echt is. Je hoeft niet te eten. Ik heb antwoord. Ik heb niks te eten. Welke YouTube-samenwerking liep anders dan gehoopt? Het mag zijn met een merk, maar het mag ook een samenwerkingvideo zijn gewoon met een andere persoon. Oh, dat durf ik wel te zeggen.
Ik had één keer een samenwerking en dat was helemaal een beetje in het begin. En toen hadden we allebei, dat was met een merk. We wilden namelijk een samenwerking doen waarbij ik dan een eigen glitterlijn zou opzetten. Wat super leuk is. Glitter make-up. Ja, glitter make-up. Okay. Wat super tof is. Alleen ja, op dat moment, ik had nog helemaal niet zo heel veel volgers. En ik wist qua marketing ook nog helemaal niet zoveel hoe ik dat moest aanpakken. Dus dat was echt een soort van geflopt. Ja, wel echt jammer, want het idee was echt super leuk. Maar heb je het wel gedaan of helemaal niet meer gedaan? Helemaal, ja. Helemaal niet meer gedaan. Ik heb toen volgens mij wel één keer in een video heb ik het aangegeven van... Hé jongens, ik heb nu mijn eigen glitters, maar dat het is niks meer geworden. Jammer. Wel leuk. Het is wel leuk als het was gelukt. Het had zoveel potentie. Ja, maar dat was... Oh, deze is wel juicy. Aan welke YouTuber irriteer je je? Ik heb er wel een aantal. Maar ga je het noemen of ga je iets van mijn heerlijke... Moet ik echt per se de naam zeggen of kan ik ook die personen beschrijven? Ik heb er twee. Laat ik zeggen, ik heb er twee aan wie ik me echt stoor. En ik volg hun ook gewoon echt absoluut niet. Maar ik zie hun af en toe gewoon door mijn lijn als iemand anders hun plaatst. En dan wanneer ik hun al zie, stoor ik mij al aan hun. Ja, ik vind ze echt super irritant. Maar ik moet echt nou een naam noemen. Ja, of je mag iets lekkers eten. Ik ga eten. Even kijken hoor. Dan ga ik jou... Oeh, deze mosterd voeren. Ik heb dus echt geen mosterd. Er staat ook echt zo grof en pittig, ja. Oh, okay. Oh, ik heb medelijden met je eigenlijk. Oké, ik wil echt niet dramatisch doen, maar... Hier is het spuugbakje. Is het genoeg? Jij wel. Is veel? Oh... Is dat veel? Ik doe minder. Jij gaat uit de pan vlammen, joh. Eet je wel eens mosterd? Nee. Maar ik hou van pittig. Ik handel echt alles qua pittig. Het stinkt echt. Oké. Okay. Oh. Ik vind het zielig. Dat is echt mis. Ik heb het gewoon gelijk geslikt. Gewoon gelijk. Ik wil het gewoon niet proeven. Dit is echt heel vies. Okay. En heel pittig ook. Okay. Maar heb je helemaal geen pittig gevoel nu? Nee, ik kan dat echt heel goed. Ik vind echt niks pittig. Oh, nou okay. Dapper. Oké, okay, het is gelukt. Ja? Ik heb het gedaan. Nou, goed. Ik heb het gedaan. Ik heb heel vaak, als ik dan bijvoorbeeld stamppot eet en dan hebben we zo'n vegaworst, maar dan vind ik het lekker met mosterd. Ja. Maar dan, soms als die mosterd op een verkeerde plek in je mond zit, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar dan is dat zo heet, dan springen de tranen in je ogen. Je hebt echt veel juicy vragen. Ja, ik heb echt extreme vragen gehad, wat is dit? Wat is de gekste plek waar je het ooit hebt gedaan? Waarom willen mensen dat weten? Ja, mensen willen gewoon alles weten. Zeg maar, elk privé willen ze weten. Maar straks ben ik ook die meid die gewoon nul vragen beantwoordt. Ja. Nee, ik vind het echt te juicy. Ik ga die niet beantwoorden. Ik probeer wel heel erg open te zijn, ook op mijn eigen YouTube kanaal over bijvoorbeeld het gebruik van de pil, maar ook bijvoorbeeld de lichamelijke effecten die daar allemaal bij komen spelen. Maar ik vind dit, vind ik dan weer te juicy of zo. Gaan we eten? Ja, we gaan eten. Jij krijgt lekker sambal. Dus ik ga sambal eten, jongens. Ja, ik denk niet dat het op mijn plafond zit. Is die pittig deze? Wat staat erop? Ik weet niet. Hot chili. Ja, het is gewoon hot. Oh, nou daar gaan we, jongens. Melk. Oh. Ik ga stuk. Is het zo extreem? Het blijft in je keel hangen. Eeuw. Oké. Okay. Jij wilde de vraag niet beantwoorden. Ja, dan krijg je dat. Ja. Oh, bam. Zo vies. Zo vies. Ja, het is niet per se pittig, maar het is gewoon... Dat is gewoon helemaal zo te blijven. Nou, oké. Okay. Volgens mij heb ik iets gemist. Maar het maakt mij nieuwsgierig, deze vraag. Aan welk tv-programma ga je meedoen? Of waarvoor heb je opgegeven? Ja, dat had ik op mijn Instagram-verhaal gedeeld. Ja, op je story. Ja, ik had me dus voor de grap, voor de mensen die het hebben gemist. Ik had me echt voor de grap aangemeld voor een programma. Het was echt letterlijk voor de grap. Maar het was echt heel lang geleden. Echt... half jaar of zo. Dus ik wist ook helemaal niet meer dat ik dat had gedaan.
En toen werd ik dus gewoon laatst gemaild met van dat programma van of ik nog mee wilde doen en dat ik dan even iets moest doen. En ik dacht echt, oh mijn god, en toen had ik dat dus gedeeld van moet ik het doen of moet ik het niet doen. En het is een quizshow. Ik kan alleen niet zeggen welke. Maar het is gewoon een quizshow, een show met vragen en ik ga het doen. Dus het komt. Ik heb het gedaan, zeg maar. Het komt nog, maar ja. Wanneer komt het, wanneer kunnen mensen het zien? Weet ik nog niet. De opnames zijn over 2 maanden volgens mij. Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Maar ja, de opnames komen nog. Maar ik ga het sowieso laten weten als ik meer weet, zeg maar. Ja, leuk, zo leuk. Ik ben echt benieuwd inderdaad. Ja, maar ik ben zo bang, want het is een quizshow. En ik ben echt bang dat ik dan echt zo niks weet. En dat ik zo de domme van de groep ben, weet je wel. Ja, dan word je wel op televisie meteen zo neergezet. Ja, ik heb een vraag. Het is niet heel extreem, maar ik wil hem toch wel vragen. Wil je kinderen? Oh, dat vind ik geen juicy vraag, inderdaad. Wel, ik ga hem wel maar wel leuk, wel leuk inderdaad om te vertellen. Ik heb heel lang gedacht van, nee, ik wil geen kinderen. Terwijl vroeger, toen ik puber was, toen riep ik altijd tegen mijn klasgenootjes of mijn vriendinnen, ik word later tienermoeder. Ik weet niet waarom ik dat riep, maar ik vond dat gewoon, het leek me gewoon hartstikke leuk, want dan was dat ook op tv met Teen Mom. Oh, en dacht ik van, oh, want dan ben ik later, ben ik ook echt nog zo'n jonge moeder, dus dat leek me gewoon heel erg leuk. Nou ja, ik ben nu iets ouder. Dus ik ben geen teenmom meer. Maar ja, ik wil wel heel graag kinderen. Wel kinderen. En veel? Of gewoon 1 of 2? Ik ben zelf 1 of 5 kind. Oh, nee, of 6. Nee, 1 of 2. 1 of 2. Maar ja, als het je gegund is. Ja. Dat is ook nog zoiets. Ja. Okay. Ooit overwogen om een BBL te doen? BBL? Voor de mensen die niet weten wat een BBL is. BBL is dat je vet weghaalt uit een lichaamsdeel en het in een ander lichaamsdeel doet. En de meeste vrouwen doen het hun billen. Dat je grotere billen of heupen krijgt. Dat is een BBL. En dan het vet wordt weggehaald bij de buik of de rug of de armen. BBL overwogen? Nee, wel liposuctie. Liposuctie wel. Ik heb al wat billen en heupen, dus dat heb ik nooit echt overwogen. Liposuctie wel, dus vet weghalen. En dat wil ik tot de dag van vandaag nog steeds, want ik heb dikke armen. Dus ik zou het liefst hier wat vet willen weghalen. Maar ik wil het niet graag genoeg om het echt te doen tot nu toe. Maar mocht ik ooit dat punt bereiken, dan zou ik het wel gewoon doen. Even tussendoor, mag dat dan? Want je bent, ik vind jou zo petit, weet je wel. Want heel vaak zeggen ze toch, je hoort toch heel vaak dat ze het niet altijd doen. Omdat je al zo slank bent. Ja, maar dan moet je echt heel slank zijn. Kijk, ik heb hier gewoon echt wel wat vet. Is gewoon weg te halen. Dus je moet echt heel slank zijn als ze zeggen van nee, het kan niet. Oh, okay. Dus ja, het zou kunnen. En als ik het echt, echt wil op een dag, dan zou ik het doen. Maar ik ben nog steeds op dieet. Dus totdat ik daarmee stop, ga ik dat nog niet doen. Maar over zulke soort dingen, heer, ik merk ook dat daar best wel veel taboe op rust. Ja, over best plastische wel. Chirurgie. Ja, kijk, veel mensen vinden het vaak een makkelijke uitweg. Want het is een beetje lui. In plaats gewoon dat je gewoon afvalt qua sporten of eten, pak je de makkelijke weg, zeg maar. Mm. Maar ik pak niet de makkelijke weg. Want ik ben al 20 kilo afgevallen en ik wil nu nog 5. Echt? Ja, wow, wel een jaar geleden. Knap, ja, dus ik ben echt afgevallen gewoon op de normale manier. Maar als je afvalt, je bepaalt niet waar het vet weggaat. En ik heb gewoon hier veel vet. Ik weet niet waarom, maar zo is gewoon mijn lichaam. En als ik nog meer afval, dan word ik dus te dun op andere plekken. Als ik dit echt weg zou willen hebben op die manier. Mm. Dan word ik weer echt zo ongezond dun op andere plekken. Dus de enige manier voor mij is dus liposuctie. Dus. Mm, okay. Ja, ik denk dat mensen dat wel begrijpen. Ja, nou, ja, maar ik vind sowieso, je moet altijd kunnen doen waar je zelf achter staat. Ja, sowieso. Als mensen dat willen doen, ja, waarom niet, weet je wel. Ik zou wel lipo doen, maar geen BBL. Ik heb de meest extreme vragen gehad. Dus ik wil eigenlijk mijn vragen aan jou stellen. Ja, vind ik ook goed. Ja, vragen zijn zo lief. Ja, ze hebben echt van die lieve vragen gehad. En ik heb echt ook van die extreme vragen gehad. Yo, ik had echt erbij gezet. Maak ze juicy. Extreem, maar. Nee, ik heb echt extreme vragen gehad. Ik ga het gewoon jeetje, vragen. Nou, wordt wat. Heb je wel eens iets gepromoot online waar je niet achter stond? Ja, daar kan ik heel eerlijk in zijn. Ik heb dat wel een keer gedaan, ja. Toen was ik net begonnen met Instagram en toen kwam er zo'n theemerk. Ken je, weet je wat? Zo'n theemerk. Detox thee. Detox thee. En die kwam, nou, en ik dacht van, oh wauw, ik heb een samenwerking. En ik was nog helemaal niet bekend in dit wereldje. Dus ik dacht van, oh,
ja, alles pakken wat je pakken kan. Dus ik heb dat toen wel gedaan. En achteraf nu zou ik dat echt niet meer doen. Maar had je hem niet gebruikt? Ja, ik ook heb niet daarna. Ik heb alles helemaal opgedronken. Je hebt wel opgedronken. Ja, maar ik ben geen kilo afgevallen natuurlijk. Fantastisch. Nou, oké dan. In het begin ben je nog gewoon heel enthousiast en blij. En dan ben je gewoon, dan weet je allemaal niet goed wat je allemaal doet. Ja. En dan denk je van, oh ja, dat zou allemaal leuk zijn. Maar nee. Ja, deze is ook wel juicy. Hoeft niet juicy te zijn natuurlijk. Maar ik vind de vraag, ben je ooit vreemd gegaan? Nee. No. Nee. Ja, dat is makkelijk. Ja, dat was het. Aan welke influencer heb je een hekel? Nederlandse influencer. Welke staat Nederlandse? Erbij. Welke Nederlandse influencer vind je niet zo leuk, heb je een hekel aan? Nee, eerlijk, dat heb ik niet. Echt niet? Nee. Er is er geen die je gewoon niet zo vindt? Ja, er zijn denk ik wel veel influencers waarvan ik denk van die ik niet volg, omdat het niet mijn stijl is of omdat ik de video's gewoon niet leuk vind, zeg maar. Maar ik heb niet een hekel aan iemand. Oké. Ik vind sowieso dat het zonde is van je tijd om daar... Ja, ik een hekel hebben aan een persoon die je niet kent. Ja, nee, maar even serieus. Dan maak je het jezelf toch heel moeilijk als je je daar echt op gaat focussen. Ja, vind ik ook. Dus hekel echt. Ik kan mij wel storen aan iets, maar echt een hekel aan die persoon hebben. Nee. Nee. Dus ja, zoals ik al zei, er zijn er vast heel veel die ik niet leuk vind. Ja. Omdat het gewoon niet mijn type content is. Maar echt een hekel aan iemand hebben. Nee. Heb je ooit een vriendin verraden en zo ja, wie? Vriendin verraden? Nee. Volgens mij niet. Even denken. Misschien wel ooit, ik weet niet. Hoe zou je dat ook moeten doen? Ja, misschien dat ze een vriendje heeft en dat jij dan sneaky met hem gaat of zo. Weet je wel, zoiets. Oh. Of een geheim van haar vertelt aan een andere persoon of zo. Dat is wel een beetje je vriendin verraden, vind ik. Mm-hmm. Maar nee. Ik heb ook nog nooit echt een grote ruzie gehad met een vriendin of iets. Dus nee, nou, volgens mij niet. Ja, super fijn toch? Nee. Hou zo. Ik ben een goede vriendin. Ja, inderdaad. Nee, super fijn. Heb je wel eens iemand geslagen? Ja, ik heb op de middelbare school heb ik een keer zo'n meidengevecht gehad. Echt? Catfight! Ja, catfight. Zo kinderachtig. Dus ja. En heb je gewonnen of verloren? Verloren. Ja, volgens mij toen kwam de docent er ook tussen. Oh. Toen was het klaar. Oh, als ik daar nu aan terugdenk, zo erg. Ik zou mezelf echt zo erg op mijn kop geven nu. Kan echt niet gewoon, maar ja. Heb je wel eens iets gestolen? Ja. Daar hoefde ik niet eens over na te denken. Ja, dat heb ik wel eens gedaan van vroeger. Echt vroeger, hè, jongens. Ik praat echt over... Ik was like 3, weet je wel. Ja, snoepjes. Snoepjes stelen bij de supermarkt. Heb ik ook gedaan bij de kruidvat. Ja. Gewoon zo die snoep zo eten. Ik heb gewoon echt in een winkel gewoon echt iets gestolen. Het is zo slecht. Maar ik mocht dus iets niet hebben van mijn moeder. En toen heb ik het gewoon gepakt. Toen heb ik het dus gewoon echt officieel gewoon gestolen, ja. Echt, dat zou ik nu echt nooit meer doen. Like, oh my god, ik was echt gewoon echt klein. Dus maar je moeder ook buiten stond en zegt van, oh, heb je dit meegenomen? Nee, ik heb het haar niet verteld. Oh. Ik heb het haar niet verteld. Oh. Nee, anders moest ik weer terug, nee. Yes. Ja, dus ja, dat heb ik gewoon gedaan. Echt, dat zou ik nou... Ik heb het ook maar echt 1 keer gedaan. Ik heb het voor de rest echt nog nooit meer gedaan of zo. Je ontwijkt het eten. Ik ontwijk het eten, ja. Eentje. Oké. Weer over geld. Oh. Meeste vragen gaan echt over geld, echt. Doe je YouTube alleen maar voor het geld? Nee, want op dit moment word ik er niet per se rijker van dan een vaste baan. Het is heel onzeker, je weet nooit wanneer je wat krijgt. Dus ja. ik, ook voor jullie thuis, als je denkt van ik wil rijk worden, dus ik ga YouTube doen. Niet doen, want je weet het niet. De ene maand is het heel veel, de andere maand weinig. Ja, dat is wel vaak het beeld hè, wat mensen hebben. Dat je dan gewoon een paar video's maakt en dan ineens ben je super rijk. Er zijn heel veel rijken hoor, die dat doen, obvious. Maar die mensen hebben heel lang gewerkt, hebben heel veel gedaan om daar te belanden. Dus het is niet dat je ineens rijk bent. Nee, absoluut niet. Plus, inderdaad, wat jij ook zegt, je weet het niet. Het is super onzeker. Dus het is ook niet echt stabiel of zo. Nee. En eigenlijk, dat zei jij volgens mij net ook al tegen mij. Nu ik voor mezelf werk, nu ik YouTube doe, werk ik misschien 2 keer zoveel. Ja. Echt hoor. Ja, dat vond ik ook. Ja, je werkt echt heel veel. Ja, dat klopt. Maar het is wel heel leuk. Het is de leukste baan die ik
ja, can wait. Ja, en gewoon de vrijheid die je hebt. Ja. Dus het brengt heel veel voordelen met zich mee. Ja. Maar als je denkt van daar word je sowieso rijk mee. Nee, want je moet er zelf ook echt heel veel energie en tijd in stoppen. Heel veel. En geluk hebben. Ja. Geluk gewoon hebben speelt ook echt een rol. Oh, ik vind deze wel leuk om gewoon terug te vragen aan jou. Okay. Heb je wel eens iets gepromoot waar je niet achter stond? Oké. Ja, dat moet ik even denken. Ik heb denk ik nooit echt iets gepromoot waar ik echt niet achter stond. Zeg maar dat ik echt niks vond en het toch heb gepromoot. Maar wat jij net ook zei, weet je dat? Toen in het begin heb ik wel eens iets gepromoot wat ik nog helemaal niet had getest. En dan, ja, dan... Dus misschien was het wel slecht. En dan wist ik dat niet eens. Dus dat wel. Maar ik heb nog nooit iets gepromoot wat ik echt slecht vond. En toen gewoon zei van, ik vond het goed. Ja. Maar ja, wat jij ook zei, in het begin ben je gewoon heel enthousiast. En je weet het ook gewoon niet. Je denkt gewoon, oh, dit moet gewoon zo. Of zo. Ja. Weet je wel? Ja. Dus ja, dus het is niet als nu dat ik er echt over nadenk en het eerst test en het echt goed moet vinden voordat ik het plaats, weet je wel? Ja, ja, bizar, want daar verbaas ik me nog wel eens over. Ja. Onbekende merken die je dan een mailtje sturen, hey, wil je een samenwerking? Ja. Maar dan vraag je van, goh, mag ik het eerst uitproberen? Ja. Nee. Dat mag dan niet. Dat kan dan gewoon niet. Nee. En je denkt van, maar hoe kan ik dat dan gaan promoten aan mijn volgers? Ja, ja, dat is raar. Bizar. Ja, dat is echt raar. Met hoeveel mensen heb je het bed gedeeld? Oh, jongens. Waarom willen jullie dat weten? Mensen zijn gewoon heel nieuwsgierig. En ik vind het echt lastig, want aan de ene kant wil ik heel erg taboe doorbreken van vrouwen mogen geen seks hebben. Of als een vrouw veel bedpartners heeft, dan is ze slecht. Dat taboe wil ik heel graag doorbreken. Maar ik vind, om dan zo'n vraag te beantwoorden, denk ik van, ja, het is toch de hele wereld waar je het aan vertelt. Het staat op het internet. Iedereen weet dan gelijk alles. Ja, precies. Dus nee, ik ga niet. We gaan eten! We doen voor jou de witte wijnazijn. Oeh, alsjeblieft. Oh, jongens. Zo vies. Zo vies. Ik vind het door salades vind ik het zo lekker. Nee, dan ik dus ook niet. Nee? Nee. Oh. Nee, echt gewoon helemaal niet. Oh. Ik vind het zo vies. Het is zo zuur. En ik hou niet zo van dat zuurige. Oh. Nou, proost. Oh, man. Het is zo vies. Oh, wat heftig. Echt zuur. Zo vies. Maar het is weer weg. Ik heb het gedaan. Nou, nog een vraag. Nog één vraag dan, de laatste. De laatste vragen, jongens. Ik heb bijna niks op. Nee. Mij. Toch? Wat heb ik? Eén ding maar heb ik op. Godzijdank. Oh, sorry hoor. De witte wijn kwam even naar boven. Witte wijn naar zijn. Hoeveel verdien je met YouTube en Instagram? Ja, maar dat is zo verschillend. Moet ik echt een bedrag noemen? Of gewoon over het algemeen een beetje een... Een schatting. Denk ik. Ga je het beantwoorden? Misschien. Ik ben een manier aan het bedenken dat ik het kan beantwoorden zonder dat ik het beantwoord. Of ga je iets lekkers eten? Maar moet het echt een bedrag zijn? Ja, dan moet het wel echt een bedrag zijn. Oké, nee, ik ga eten. Nou, je mag. Moet ik het kiezen voor jou? Ja. Nou, dan... Oh, eeuw. Doe het even normaal. Heel dit ding. Even twee hapje gewoon. Toch? Een hapje is goed, toch? Zo bitter. Ik haat bitter, hè? Oh. Dit is gewoon... Eeuw, dit is echt heel vies. Eeuw. In het begin vond ik het nog even zo van, oh, op zich gewoon sla. Weet je wel? Maar toen kwam die bitter smaak. Oh, het klonk ook zo lekker crunchy. Ja, het was best wel oké. Dus ik ging door en toen kwam zo bam, die bittere smaak. Het blijft ook zo hier zo hangen, weet je wel. Dat gaat niet meer weg. Ik voer mijn konijntjes altijd witte op, maar ik vind het zelf ook echt zo vies. Oké, we zijn klaar denk ik. Nou mensen, dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Laat me beneden in de reacties weten wat je ervan vond. Maar ik denk dat iedereen dit wel leuk vond. Als je nog meer van dit soort video's wilt zien, meer video's van ons twee samen, laat het ons weten ook beneden in de reacties. En ook wat voor video's. Laat ons gewoon even weten wat je gewoon wilt zien op beide onze kanalen. En volg haar ook op haar YouTube kanaal. Want wij gaan hierna ook een andere video maken. En die staat online op haar kanaal. Nou,
als je hebt genoten, like en abonneer. Ik plaats hier in beeld ook nog 2 video's die je kunt bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei! Doeg! Tot ons!